Mm-hmm. Ja, tot voor kort woonden ze nog hier. Maar ze had het constant over trouwen en daar wilde pa helemaal niks van weten. Toen is ze weggegaan. Oh, juist, ja. Heeft u daar helemaal niets over verteld? Nee, niets. Zeg, die baby's, als die niet van jou zijn, van wie zijn ze dan wel? Die? Allebei van pa. Tweeling. Millie en Billy. Een klein broertje en zusje. Maar je vader is toch gescheiden? Oh ja, al jaren. Maar deze zijn van een van zijn vriendinnen. Marie-Louise. Nog een vriendin? Ja, dat moet hij zelf weten. Hè. Pa is nou eenmaal gek op kinderen. Wij trouwens ook wel. Prima kinderen. Slapen overal dwars doorheen. Zeg, Matthijs. Is dat wel allemaal waar wat je me vertelt? Mevrouw Jonas, waarom zou ik tegen u liegen? Nou, je vader heeft me verteld dat je nog wel eens de neiging hebt om af en toe te overdrijven. Kijk dan eens in de wagen. Dat heb ik toch niet overdreven? Is het wel? Ik heb toch niet gezegd dat er vier in liggen? Waar is hij? Waar is wie? De vent die mijn leven geruïneerd heeft. De man die me de schande heeft gemaakt en in de goot heeft gegooid. De kerel die jij je vader noemt. Sorry, hij is er niet op het moment. Hij is er nooit als ik kom. Dat moet zuiver toeval zijn. Hij zal u toch niet opzettelijk vermijden? En wie is dat? Een vriendin. Oh, je bedoelt zeker een van zijn andere vrouwen. Hoe durft u? Oh, daar kom jij wel achter. Net als ik, net als wij allemaal. Jij komt er wel achter wat het betekent om door meneer Hogendijk belazerd te worden. Zeg hem maar dat ik langs ben geweest. Ja, dat zal ik doen. En zeg hem dat als hij zin niet meer heeft, dan weet hij waar hij me vinden kan. In de Top Hat Bar. U werkt in een bar? Aan de bar, voel u wel. Leeft niks anders over. Ze moet wel voor het geld. Ja, eerlijk is eerlijk, het betaalt goed. Maar het is wel pezen. Wat erg. Ach, ook daar win je aan. Succes. Maar wilt u echt niet even wachten op Clara? Nee. Bent u dan niet benieuwd of misschien iets gebeurd is? Oh, Harney, wat spijt me dat zeg. Daar is het niet te laat voor. Ja, maar ik kon er echt niks aan doen. Dat kan best, Norbert, maar ik ga. Luister nou, Harney. Dag, Norbert. Je bekijkt het maar. Ja, maar Harney, luister nou. Laat het me nou uitleggen. Zit jij hierachter? Ik? Ja, jij. Ik heb alleen een kopje thee voor de gezet. Waarom was ze dan zo laat? Ja, hoe zou dat nou komen? Je had om 7 uur afgesproken. Je komt een uur later aankakken. Het is een lerares, pa. Vergeet dat niet. Het lerarenvolkje heeft toch allemaal een soort stiptheidsobsessie? Maar ze wou het me niet eens laten uitleggen. Nee, moet jij eens proberen een lerares wat uit te leggen. Weet je nog mevrouw Pompen uit de 5e? Mensen luisterden nooit. Kwam je te laat, kreeg je straf. Vrouwen? Ja. Wie zal vrouwen ooit leren begrijpen? Zeg dat wel, pa. Volslagen onberekenbaar. Maar je hebt mij toch?